Ja, wat een sneeuw, jongens. Ik sta te trappelen, want er is zeker zo'n 30 centimeter sneeuw gevallen. En als het goed is, is dit de maiskogel. Ik ga me vandaag uitleven in Kaproen. Nou, en Zellamzee en Kaproen staan natuurlijk naast al die eindeloze pistes. Ook bekend om hun sfeer. Nou, hebben we sfeer vandaag, jongens. Niet normaal. Wat vandaag de dag mij gaat brengen, dat weet ik nog niet helemaal precies. Dat is dan typisch zo'n dag als er heel veel sneeuw valt. We gaan het zien, we gaan in ieder geval naar boven. Kaproen! Ja, in Kaproen valt altijd wat te doen, zeg ik altijd maar. Ik ben nu in het dorp, hier in Kaproen. Dus echt vanuit het dorp kan ik hier de maiskogelbaan nemen. En ja, sinds kort is er ook een gloednieuwe 3K-verbinding die je vandaaruit weer direct naar de gletsjer kan brengen. Ik zeg al gletsjer, dat betekent dus dat je het hele jaar door hier kan skiën. Er wordt ook getraind bijvoorbeeld door echte skiteams. Maar joh, je kan hier nog zo verschrikkelijk veel doen. Ice Camp, als de liften het toelaten, ga ik daar misschien ook nog naartoe. We gaan lekker wat drinken, gezelligheid. Kaproen, here we come. Dit is echt een heel bijzonder hotel. Hotel Futters, met prachtige kamers en een uitzicht. En een heel mooi zwembad. Maar bovendien hier in de kelder een prachtig museum met allemaal oldtimers. Maar dit is toch echt mijn favoriet. Cool, hè? Maar we zijn om te skiën, dus ik ga naar boven naar mijn gast. Ronald, goedemorgen. Wat leuk dat jij met mij deze dag mag gaan skiën. Nou, ik heb er zin in. Hoezo Kaproen? Zit jij in Kaproen? Ja, waarom niet? Het bevalt me hier supergoed. Ontzettend veelzijdig gebied natuurlijk. De Kiezenhoorn, Zellamzee, Smietenheuwen, Saalbach, Hinterklem, Leeuwgang, Fieberbroen. Volgens mij moeten wij gaan skiën, want dit is veel te veel wat je allemaal tot noemen bent. Klaar voor? Jazeker. Pak je spullen. Ja. Vanuit het dorp dus omhoog gekomen en dan pak ik hier de connection, de 3K connection, richting de gletsjer. Jongens, wat een sneeuw! Kijk eens jongens, het lijkt wel een flatgebouw gewoon, zo groot is het. Heerlijk. Ja, en dit is dus de 3K Connection. Niet te verwarren met de K3 Connection, nee. 3K staat voor Kaproen, Kiezenhoorn en Connection, maar dan met een K. Snap je? En volgens mij helemaal goed dat hij er is. We go. Hoe vaak kom jij hier eigenlijk in het winterseizoen? Nou, het verschilt een beetje, maar ik ben hier ongeveer 7, 8 weken per jaar. Maar gewoon eens, heb je hier iets? Ja, ik heb hier iets. We hebben een woning in Kaproen. Ja. Die verhuren we ook, maar we gaan natuurlijk veel zelf heen. Het is een soort familiehuis voor ons. We hebben nu 4 jaar. En jij zit dan hier ook veel met je gezin? Ja. We hebben nu 2 kleine kindjes, 1,5 en 3 jaar. Ik moet zeggen, beleef ik het gebied ineens op een andere manier. Ja. Vroeger, als je wil, ben je hier helemaal alleen. Maar met de kinderen maken we ook wel weer gebruik van hele nieuwe voorzieningen. Waar ik eerst met een boog omheen ga, zie ik daar nu de meerwaarde wel van in. Leuk hè, kids? Ja, is ook leuk. Ja, mooi man. En ik heb voor vandaag onder deze omstandigheden even een wat breder on-mountain ski meegenomen. Ietsjes langer en ook wat breder, dus dan heb je wat meer draagvermogen in deze heerlijke diepe sneeuw. Nou hoop ik dat het open is, Ice Camp. Het klinkt natuurlijk niet als een plek om even op te warmen, maar dat kan het wel zijn trouwens. Op hoop voor zegen. Nou, jij kent het gebied echt op je duimpje, maar laat hem eens eventjes zien. Het zonnetje komt er misschien nog door. Hè? Dan zou je hier mooi aan de zonkant kunnen skiën bij de Zonnealm. We staan nu bij de Arendbaan 2, top van de Smietenheuvels, meer dan 2000 meter.
Genoeg rode, blauwe familie-abvaten, maar hier bij de Tras en de Standaard, de Zwarte, daar wordt het natuurlijk echt interessant. Ja, en wat gaan we dan nu doen? Die, kijk daar, de rode of de blauwe piste? De Zwarte. De Zwarte, oké. Okay. Zellamzee Kaproen bestaat uit de skigebieden Maiskogel en Schmittenhöhe. De gebieden zijn goed met elkaar verbonden en je hebt ruim 135 kilometer aan piste, waarvan het grootste deel blauw en rood is. Het is zeer sneeuwzeker, doordat het deels een gletsjergebied is. Het hoogste punt is de Kitzsteinhorn op 3029 meter, waar vandaan je ook prachtige panorama's hebt. Ah, ik ben inmiddels weer op de Maiskogel. Nou, ook hier is het winter, maar ja, wel heerlijk winter. Ja, en zowel voor de families, gezinnen dus, kinderen, maar ook de ervaren skier is hier zo ontzettend veel te beleven. En dat maakt dit een heel veelzijdig gebied. En ik zei het al eerder, hè, het is gezellig! Speedcheckje meepakken! Saskia en Ronald verkennen ondertussen het skigebied Schmittenhöhe. Waanzinnig. Die zwarte, hè? Dit is echt te gek. Was dit nog niet zwart? Nee, dit is blauw. Oh, dan gaan we er. We did it! The finish! We made it! Meer dan 4 kilometer, 1000 hoogtemeters. Nou, dat voel ik ook wel in de benen. Volgens mij hebben we de 10 kilometer aangetikt. Ja! Oh!